Corso Club Ingen viert haar gouden jubileum. In 2016 rijdt het dorp voor de 50ste keer mee met het fruitcorso. Voorzitter Lars van Voorst vertelde tijdens een feestelijke bijeenkomst vol trots over de geschiedenis van de club en de twee achtereenvolgende zegens van Ingen in 1999 en 2000. Ook stond Van Voorst stil bij de eigen hal, die 10 jaar geleden tot stand kwam en roemde de inzet van alle vrijwilligers en sponsoren. Voorzitter Rian Verwoerd van Stichting Vier Stromenland belicht eveneens de lange geschiedenis van de club. Verwoerd deed nog eens een klemmend beroep op de gemeenten om bij de verdeling van de gelden bij het sociaal domein ook eens aan de Corso Club te denken. Daarbij doelend op de sociale functie die het Corso in de regio heeft.